en bagage kunnen trekken. Sinds de eerste tocht in 1909 door de Amerikaanse ontdekkingsreiziger slaagde niemand erin zo snel van Cape Columbia in Canada naar de Noordpool te komen. 765 kilometer met alleen maar sneeuw en ijs. Veel mensen geloven eigenlijk niet dat iemand zo lang geleden al zo snel zo'n moeilijke reis kon maken. So not only the ice at its very least is 10 meters thick. In a lot of places it's 20 to 30 meters thick and can be quite high, as high as mountains. Dit team wil laten zien dat het wel zo snel kan en misschien nog wel sneller. Daarom gebruiken ze ongeveer dezelfde spullen als het team van toen. De vijf hebben meer dan een jaar keihard getraind voor de tocht. Zaterdag gaan ze eraan beginnen. Morgen is het bewolkt met kans op regen en het wordt 11 graden. Dat was het alweer. Morgen meer. Fijn weekend en tot dan. Dag. Wat moet je eigenlijk tegen de trainer zeggen? Niks. Ren, je omhoog. Ik zit er ook in. Voor meer informatie surf je naar zeppelin.nl. Tot morgen. Zeppelin. Moet je kijken. Hier. Je ziet het. Dat zelfs ik daar een dorp door opknap. Als je als kikker aan je wolkers denkt te ontsnappen, dan ben je een grote fantast. Je zou er een rugkrabbertje voor je oma van kunnen maken. Zie je wel? Natuurlijke wetenswaardigheden van de koude grond. De achtertuin van Jan Wolkers.